De klimaatambitie kan alleen slagen als het gepaard gaat met een sociale ambitie. Ik had het er net ook over. Wie in een tochtig huis woont met een hoge energierekening, laten we die mensen als eerste helpen. Wie elektrisch wil rijden, moet dat betaalbaar kunnen, ook als je een tweedehands elektrische auto zoekt. En wie het openbaar vervoer wil gebruiken, moet overal snel en schoon naartoe kunnen. En laat ik over deze drastische overgang helder zijn. De klimaat- en natuurcrisis kunnen we alleen nog aanpakken zoals de coronacrisis. Dat wil zeggen zonder omkijken en in het voortdurende besef dat we fouten zullen maken. En dat het soms ook verschrikkelijk duur zal zijn. Maar als we falen, is de prijs vele malen hoger dan hetgeen we nu nog makkelijk kunnen opbrengen met onze goed gevulde portemonnee. Als we slagen, kunnen we beter leven, veilig zwemmen, schoner ademen, rijker leven en comfortabeler wonen dan we ooit hebben gedaan.